zaterdag, en net als vorig jaar, heb ik weer een valling vast van je airco of wel van al die mensen die naast mij lopen te hoesten. Dus ga ik even langs de apotheek extra airborne kopen om mee te pakken. Want daar ben ik al nu mee begonnen vandaag. En misschien ook wat keelpastilletjes. We zitten terug ergens in een caféke. Ik heb wat fruitsap gepakt, voor de vitamine. En een warme chocomel, want het is niet zo warm vandaag nog niet. Straks misschien wel. Ik heb een afspraak gemaakt bij die van de manicure hier in de straat. Hier zo. En dat is dan maar 9 euro voor een simpele manicure. Dus ik ga dat echt niet laten om dat te doen. Want bij ons in België 25 euro of zo soms. Het hangt er misschien vanaf waar je gaat. Want zie ook, hier begint dat helemaal eraf te gaan dat ik dat al heb gedaan. Dus, wow. Dus this is before. En daar is de manicure. En dit is after. En don't miss the squirrel. Ik zal twijfelen. Hier is een evenement voor de vluchtelingen te helpen. Verkopen ze van alles en dan gaat dat geld naar die vluchtelingen. Morgen vroeg gaan die mensen helemaal naar dat eiland zwemmen. Hoe zot, doe niet mee. Als je dat durft. Ik kan dat wel proberen. Mensen skiën, ik kom achterover. Ik kan niet voorover. Dat is hier al een keer. Dat zou wel. Ik ben terug op de kamer en Juan heeft ons een fles olijfolie gegeven. Ieder kop alleen. Hij zegt dat die heel goed is, die van Spanje, dus. Ja. Nu ga ik even horen of ons mama even zin heeft om te skypen. En anders zie ik gewoon nog een aflevering van Thuis of zo. Ik sta al 2 weken achter en ik volg dat normaal elke dag. Zo, ik ben weer op de kamer. Ik heb mijn mama geskypt. Ik heb wat thuisaflevering gezien, maar ik sta zo ver achter dat ik nog wel wat te zien heb. Dat is niet zo heel erg. En het is al echt al donker geworden. Het heeft even geregend, dat schijnt. Hier is nog een douche en ik ga mij eens omkleden, want ik heb echt nog zomaar casual aan. Zo, ik heb me even omgekleed en opgemaakt. Ik denk dat het wel geslaagd is, de ooglook. En gewoon mijn haar een beetje bijgaan zo. En ik heb de parfum abricot
voor de toilet gebruikt van Yves Rocher. Die ruikt dus letterlijk naar abrikozen. Dus is handig voor in de zomer. Jori zegt juist dat het niet handig is in de zomer in een dag voor de bijen. Hè, schat? Ja, ineens een hoop wespen achteraan. Allee, man. Ja. Dat is misschien wel waar, ja. Wat we na het eten gaan doen, weten we nog niet zeker, maar we zien wel. Toch? Mm-hmm. S'nachts heeft Benitorm toch een heel ander zicht, hè? Ja. We zijn hier nog even voor een drankje. Dat is geluk, want het was eigenlijk al aan het sluiten. En hij zei, zolang dat je een drankje drinkt en dan vertrekt hij zacht boven. Zo. Jij hebt het echt met die lampen, hè? Ja, ik weet niet waarom. Ik niet meer verwacht hier eigenlijk, want dit is meer oud Benidorm voor de oudere mensen. Maar het is hier dus Oktoberfest. Dat is wel graag. Vind je het een beetje meeschiet? Ja, dat is wel goed. Ja? Amai, daar schiet ik van, want je bent normaal niet voor dat soort muziek. We speelden ook andere muziek, hè? Ja. Het zou wel krok en rol en zo, hè? Ja, alles zo'n beetje doorheen. Dat viel me goed mee. En alleen zo door zijn stoomkeidel maar hamer. Ja, dat ga ik ze niet ook kennen. Ze dat je fluit in mijn oor. Ik heb het altijd naar concert. Dat moet echt lukken, hè? Dat we juist zo iets tegenkomen. Dat ze dat ook delen. Mm-hmm. En lust het? Zie zo. Proevertje ja, zo. Platte kaas, maar dan bevroren. Mm-hmm. Gewoon heel erg koud. Lekker. We zijn terug in het hotel. Het is ondertussen normaal gezien al 12 uur, maar met dat vannacht we een uur moeten terugzetten, is het eigenlijk nog 11 uur. Dus nog heel even op de laptop en daarna ga ik slapen. Ik zie jullie morgen weer. Dag!